Wat moet ik? Ik kan nooit meer naar huis. Als ik hem verlaat, zal mijn familie achtervolgd worden door ongeluk en ziekte. Ik heb hulp nodig. Wat zeg je, Bakroe? Tegen wie praat u? Sst, ik hoor niks. Het is een Bakroe. Het is het jaar 1740. Een Afrikaanse handelaar verkoopt mij als ik 15 jaar Ik weet niet meer precies hoe lang de reis geduurd heeft. Ik zie dat de veldslaven zich uitputten en soms letterlijk dood. Ik word veldslaaf op de zoutplantage. Als ik 13 ben, word ik huisslaaf op plantage Zeezicht. Het is 8. We worden in groepjes bij elkaar gezet. En weer met kettingen aan elkaar vastgebonden. Ik wil dat niet. Ik hoor je niet. Voel de regen. De wind op je naakte huid. Hou me vast. Oh, niet slapen. We zuigen elke minuut op. Hij geeft me aandacht. Alsof je een mens bent. Maar je weet hoe hij over je denkt uiteindelijk. Hij is mijn vriend, mijn bondgenoot. Hij is jouw vriend niet. Hij zal het nooit voor je opnemen als mens, als vrouw. Dat vraag ik me niet af. Het is fijn om te geloven. Dominga was na onze vlucht zwaar mishandeld. Ze was er slecht aan toe. En ik mocht niet bij haar. Ze zagen ons als twee zwarte duivelinnen met onze broa. Jij moet weten dat ik me nooit zal voegen naar Samu. Wij zijn een trots volk. Jij bent van mijn stam. Midakai, Mufuto Karikuda, Kasani, Mumasukarifine, Jessa, Bambali. Je moet nooit berusten.